hopen een beetje een balans te krijgen tussen aan de ene kant een goede interessante oplossing die echt een probleem aanpakt en daar een goed verhaal bij hebben. En aan de andere kant iets wat gewoon echt werkt, wat gewoon duidelijk is. Geen dingen faken, maar gewoon echt iets gaafs neerzetten in 24 uur. In eerste instantie wilden we eigenlijk gaan kijken van wat gaat iedere app sturen, maar dat is heel moeilijk, want dan moet je iedere app openen en kijken wat die gaat starten. De data die er overheen wordt gestuurd, die vang je op en die gaan we dus in kaart brengen met een app. En mogelijk gaan we die dan ook aanpassen vanuit dat systeem. Voor mij is het niet de eerste keer. Ik heb 2 keer eerder meegedaan aan Hackathon. En voor de andere 2 is het wel nieuw in deze vorm. Het is wel een spannende opdracht. Het gaat over iets dat een beetje wringt, namelijk welke informatie eigenlijk naar buiten wordt geschoten zonder dat mensen zich daar bewust van zijn. Dus ze zijn op zoek naar een leuke metafoor liefst, of om dat echt duidelijk te maken wat je allemaal ongemerkt achterlaat. Technisch gezien zitten natuurlijk heel veel van die functionaliteiten zitten al in Android zelf, wat je zeg maar gewoon kan gebruiken, de packages ervan. Dus daar gaan we eerst mee beginnen. Het niet alleen de eerste keer dat wij zoiets doen zoals dit project, ook de eerste keer dat wij iets met Android doen. Dus het is een grote uitdaging. Dus dat is vooral waar we eerst naar gaan kijken.